Goedendag, we kunnen terugkijken op een rustig weekend met perioden met zon, maar ook wat wolkenvelden. De temperatuur lag zo tussen de 18 en 20 graden. Eigenlijk nog wel ideaal weer voor wat buitenactiviteit zoals hier achter me. Maar vandaag trekt toch een zwakke storing over het land. We zien op de regenradar een aantal lichte buien van noordwest naar zuidoost over het land trekken. En deze buien kunnen we ook vanuit de ruimte zien. Het is een wolkenbandje die nu over het land ligt. Het Wolkenbandje trekt wel langzaam weg naar het zuiden. En wat verder opvalt is nog altijd die enorme dot met bewolking boven Centraal Europa. Dat is laagdrukgebied Boris en Boris veroorzaakt behoorlijk wat ellende in delen van Polen, Tsjechië en ook Oostenrijk. Al daar is lokaal meer dan 400 mm aan regen gevallen. En de komende 24 uur zouden nog 50 tot lokaal 100 mm regen bij kunnen komen en dat gaat nogal voor genoeg ellende veroorzaken. En zorgen. Maar naast de regen viel er ook sneeuw in Oostenrijk. Vanaf zo'n 1000 meter viel er een behoorlijk pak. Dit was het beeld in Tirol. Ja, toch wel een metertje nieuwe sneeuw die daar naar beneden is gekomen. En dat in september. En dat heeft er ook toe geleid dat sommige skigebieden onder de bomengrens hun skipistes al even hebben geopend. Dit was het beeld gisteren in Huggenkonig. Ja, toch wel een beeld die je niet snel in de zomer en ook in september verwacht. Toch denk ik dat deze skipiste snel dicht gaat. Want ook daar zal het weerbeeld opknappen, net als bij ons. Want als we teruggaan naar het plaatje van Europa en het Europees weermodel erbij pakken, dan zien we Boris nog liggen met de buien. De komende 24 uur blijft dat systeem nog dus voor ellende zorgen. Bij ons zien we al dat hoge drukgebied verschijnen. Het hoge drukgebied gaat aan de wandel richting Zuid-Scandinavië. En dan komt de stroming vanuit het oosten. En we zien al dat het in het noorden van Polen warmer is dan bij ons. Dus droge en warme lucht, dat komt eraan met een oostenwind en Boris lost als het ware op. Bij ons dus ook oplopende temperaturen onder dat hoge drukgebied, een aflandige wind vanuit het oosten... en dus de aanvoer van warme en droge continentale lucht. Vandaag nog niet, vandaag dus nog die zwakke storing die over het land ligt... met veel bewolking, een paar lichte buien, die buien trekken weg naar het zuiden... En later vandaag zien we nog een paar opklaringen tevoorschijn komen in het noorden. Kan de zon nog even schijnen en dan wordt het 19 of maximaal 20 graden. Maar komende avond en nacht lijkt het toch wel weer wat bewolkter te raken. Minimaal liggen zo rond de 12 of 13 graden. Het blijft dan wel droog en er staat niet al te veel wind. En morgen trekt die wind wat aan, zoekt wat meer de noordoosthoek op. De temperatuur kan stijgen naar 20 of 21 graden en zeker later op de dag krijgt de zon al behoorlijk wat ruimte in het oosten en noorden van het land. En dan zal ook de opmaat voor mooie weer dat volgt. Want woensdag hebben we eigenlijk in heel het land volop ruimte voor de zon. Misschien dat er later op de dag in het zuiden van het land een paar stapelwolken verschijnen. Voor de rest schijnt de zon volop en de temperatuur loopt op naar aangename waarden van 22 tot 24 graden. Misschien dat het lokaal zelfs wel even 25 graden kan worden in het zuiden van het land. Daarbij staat wel veel wind uit het oosten tot het noordoosten... Maar al met al is het echt wel prachtig nazomerweer. En in meer dagen zien we ook dat het no nazomerweer echt nog wel even een aantal dagen aanhoudt. Donderdag, vrijdag en zaterdag volop ruimte voor de zon. En temperaturen die dus stijgen naar gemiddeld 24 graden. Enkele plek zou dus 25 graden kunnen worden. Misschien dat we donderdag namiddag wel met wat meer wolkenvelden in het zuiden te maken gaan krijgen. Maar het blijft droog. En pas vanaf zondag dan stijgt de kans weer op een paar buien. Maar goed, dat is nog ver weg. Ik wens u een fijne week.